En dan is dit het eindresultaat. Ik ben er echt helemaal happy mee. Ik word er heel vrolijk van. Hey, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op het Action YouTube kanaal. Ik heb vandaag de eer om een nieuwe video te maken voor Action. En ik ga een hele leuke lente tuin makeover doen. Ik zal me eerst even voorstellen voor wie niet weet wie ik ben. Ik ben Kelly, online ook wel bekend als Kelly Caresse. Ik ben mama van 3 meisjes. Ik vlog op mijn YouTube kanaal en ik deel van alles op Instagram. Een kijkje in mijn dagelijkse chaos als mama van 3. Dus vind je dat leuk om te volgen? Ga dan ook zeker even naar mijn YouTube kanaal of Instagram toe. Vandaag ga ik dus iets superleuks doen op dit kanaal. Ik ga namelijk mijn tuin een makeover geven. De lente komt eraan. We hebben gezin om weer lekker naar buiten te gaan. En om onze tuin of het balkon of terras weer helemaal gezellig te maken. Zodat we lekker veel tijd buiten kunnen doorbrengen. En daarom ga ik dus dadelijk naar de Action. En ik ga jullie laten zien hoe mijn tuin er nu bij staat. En ik ga laten zien hoe die er een heel stuk vrolijker en leuker bij gaat staan. Met een aantal hele leuke items van de Action. Waardoor je heel budgetproof je tuin een hele toffe makeover kan geven. Zodat je weer heerlijk kunt genieten van de tuin. Nou, heb je zin in deze video? Zorg even dat je een duimpje omhoog doet. Laat me ook even bij de reacties weten wat jij het leukste item vond dat ik geshopt heb. Ben ik heel benieuwd naar. Vind ik leuk om te lezen of welk item jij zeker zelf ook gaat shoppen. En zorg dat je geabonneerd bent op het YouTube kanaal van Action. Zodat je geen enkele video gaat missen. Ga ik nu de winkel in en dan laat ik je zo zien wat ik heb geshopt. I am back! En dit is niet de enige tas die ik meenam. Tuinartikelen zijn natuurlijk over het algemeen wat groter. Ik ben echt super blij met de items die ik heb geshopt. Dit gaat echt enorm veel kleur en vrolijkheid toevoegen aan onze tuin. En onze tuinbeleving nog leuker maken. Dus laten we snel gaan beginnen om de producten te bekijken. Ik begin gelijk met een heel groot item. Maar ik denk dat die super mooi gaat staan in onze lounge set. En dat is deze mat. Dit is een mat die dus speciaal voor buiten geschikt is. Hij kan dus ook tegen regen. Dus dat is natuurlijk ideaal. Hij is lekker vrolijk. Krijg je een beetje het Curaçao Hawaii sfeertje van. Ik denk dat hij heel erg leuk staat in onze overkapping. Dus deze moest mee. En die was ook maar €7,95 of zo. Dus die moest mee. Dan een ander groot item. Deze heb ik er maar liefst 6 van gehaald. Ik kan ze natuurlijk allemaal aan jullie laten zien. Maar goed, ze zijn allemaal hetzelfde. Wij hebben best wel een grote tuintafel. En die kussentjes die ik daarvoor had, ja, die waren toch wel een beetje aan vervanging toe. En toen zag ik deze. Ik denk dat zit super comfy. Je kunt ze ook nog eens gebruiken met een picknick. Dat je ze ervan afhaalt en dat je ze op een picknickkleed legt. Dat je lekker daarop gaat zitten. Of dat de kinderen er lekker mee gaan spelen. Ze zijn super vrolijk met bloemetjes en flamingo's. En nou ja, ik krijg weer helemaal het Curaçao in eigen tuin gevoel van. Dus die moesten zeker mee. Om in de sfeer van de kussens te blijven, heb ik ook deze leuke kussens gekocht voor in de lounge set. Super vrolijk, super leuk. En dit is dus van zo'n materiaal gemaakt dat het gewoon tegen weer en wind kan. Dat het niet erg is als het nat wordt, dat je niet gelijk alles naar binnen moet halen als het dan gaat regenen. En ze zien er toch heel erg comfy en gezellig en leuk uit, alsof het gewoon normale kussens zijn, zeg maar. Dus ook hier ben ik super blij mee. Dan ga ik nu naar allerlei leuke decoratieartikelen toe. Die ook echt, denk ik, heel veel gezelligheid gaan toevoegen aan ons tuin. Ik begin met deze. En ik vind dit nou zo leuk. Ook heel erg leuk en leerzaam voor de kinderen. Dit is een klein insectenhotelletje. Die kun je ophangen of neerzetten. En hier gaan dus allerlei diertjes, zoals vlindertjes. Nou ja, van alles en nog wat kan hier lekker in gaan nestelen. Je ziet ze ook wel eens langs de weg. En dan vind ik dat er altijd super gezellig uitzien. Maar nu kan je er dus ook eentje in je eigen tuin hebben. En dat is natuurlijk ook heel erg leerzaam voor kinderen. Dus die moest mee. Dan hebben we hier Harry, de tuinkabouter. Nee, ik weet niet of die Harry heet. Maar ik vond het wel een leuke naam voor hem met zijn blauwe muts. Ja, dat is toch leuk. Dat is toch gezellig. Ik vind dat helemaal leuk. Een tuinkabouter mag gewoon niet ontbreken in een gezellige tuin. Dus Harry ging mee. Dan hebben we deze superleuke flamingo. Dit is eigenlijk zo'n ding wat je in het gras bijvoorbeeld prikt. En het is ook nog eens een solar dingetje. Dus het is ook nog zo dat het op zonne-energie licht gaat geven. Dus dat is ideaal natuurlijk. En het ziet er mega vrolijk uit in de vorm van een flamingo. Met zo'n glazen lampje erop.
ja, ik vind het helemaal leuk. En de meiden, ik heb 3 meisjes en die gaan dit te gek vinden, weet ik nu al. Dus dat is gewoon heel erg gezellig en leuk. Ja, dit is toch helemaal te leuk. Weet je, dan heb je een tuinkabouter. Dan moet je natuurlijk ook een kabouterhuisje hebben. Een paddenstoel. En deze is dan ook nog eens een solar lampje. Dus die heeft ook nog eens zonne-energie. Dus ook dan heb je een lampje. Ja, ik vind het helemaal te leuk. En het is gewoon heel erg gezellig. Dus die moest ook mee. Ja, weet je, dit is toch te gezellig. Deze ging ook mee. Dit is dus niet solar of zo. Maar die kun je gewoon gezellig neerzetten. Geeft gewoon een heel vrolijk effect. Is gewoon gezellig. Ja, meer kan ik er niet van maken. Ik vind het gewoon leuk. Dus die moest ook mee. Dan 2 vlinders. Die zijn gewoon heel leuk om op te hangen in de overkapping. Of aan de schutting bijvoorbeeld. 2 vlinders. Een grote en een kleine. Je kunt ze ophangen. Je kunt ze neerzetten. Je kunt ermee doen wat je wil. Ik vind het helemaal gezellig staan. Dus die moest mee. Dan nog even kijken. Voor het gemak had ik tape gehaald. Want daarvoor was dat. Voor deze, dit is een solar string light. Dit is heel gezellig, zijn dit lampjes. En die werken dus ook op zonne-energie, maar die moet je dan even ergens aan bevestigen. Ik denk, ik haal in ieder geval tape. Mocht dat nodig zijn, anders wordt het met een spijkertje, moet ik even kijken. Maar deze tape dus. En deze te leuke multicolor lichtjes. Het is toch te leuk. Zomeravondje, lekker met een drankje in de lounge set. Lampjes aan. Nou ja, het is toch net alsof je gewoon op Ibiza op het terras zit. Voor de meisjes heb ik heel gezellig stoepkrijt meegenomen. Ik vond echt superveel leuk buitenspeelgoed trouwens. Het is wel leuk om een keer een andere video aan te wijden. Ze hebben daar echt superveel leuke dingen. Maar ik ging nu heel even voor de tuin makeover. Want anders, mijn kar was al zo vol dat ik het heel even hierbij heb gelaten. Maar ik heb wel krijt gehaald. Stoepkrijt vinden meisjes gewoon superleuk. Dus kunnen ze weer lekker krijten. Het zit in een handig bakje met zo'n touwtje. Een doosje met een touwtje. Dus dat is gewoon ideaal. En deze heeft niet echt met tuindecoratie te maken. Maar dit is gewoon een must-have voor ieder huishouden. De yummy saus. Echt heel lekker. Het is hier echt razend populair. Dus ook die heb ik gewoon weer gehaald. Voor de barbecue bijvoorbeeld. Dus ook die ging mee. Zet hem er maar op. Dit zit lekker. En dan is dit het eindresultaat. Ik ben er echt helemaal happy mee. Ik word er heel vrolijk van. Ik heb dus dag het lichtbed nu daar neergelegd met een plate. Die is ook van Action, maar die heb ik al een tijd geleden gekocht. Nou, dan is hier dat leuke insectenhotel. En dan hebben we hier, die vlinders zijn er dus nu bijgehangen. Die en die. De kussentjes natuurlijk, het mooie kleed. Dan heb ik hier de tuinkabouter, een heel leuk bijtje. En hier een hele leuke solar en hier een hele leuke flamingo. En hier een hele leuke dochter. Dus zo ziet het er hier nu uit. Nou, ik ben helemaal gelukkig met het eindresultaat van mijn tuin. Ik vind het super vrolijk. Laat die heerlijke zomeravonden of die gezellige zonnige middagen maar komen. Binnenkort gaan we dan ook het zwembadje opzetten. En dan hoeven wij helemaal niet op vakantie als je zo'n gezellige tuin hebt. En zo kunnen wij heerlijk genieten van deze lente en zomer. Vond je deze video leuk? Zorg dat je even een duimpje omhoog doet. Vind je het leuk om ook mij verder te volgen? Dan kan je mij hier vinden en ook in de link in de beschrijving. Zou ik heel erg leuk vinden als je me gaat volgen. Zorg dat je geabonneerd bent op het Action YouTube kanaal. Zodat je geen enkele update van ons mist. En dan zeg ik tot de volgende video maar weer. Dankjewel voor het kijken. Doei!